Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is zo heet, het is 30 graden binnen, maar vandaag is de eerste dag dat het iets minder heet is. Dus ik dacht, nu ga ik echt filmen, want ik wil deze video maken. Ik heb namelijk mega veel pakketjes verzameld voor een pakketjes-unboxing. Lekker old school. Ik wilde dat al gaan doen, toen zag ik het bij Masha. Toen dacht ik, oh, ik ga ook wachten tot ik veel pakketjes heb. Zij hoeft daar natuurlijk niet op te wachten, ik wel. En ik heb nu echt superveel. Ik heb alle dozen vast opengemaakt, want ik heb het al een tijdje. En ik moest steeds even zien van, is dit voor de video of is het iets anders? En twee pakketjes heb ik open moeten maken. Omdat ik voor mijn webshop een doos nodig had. Maar ik heb echt werkelijk waar geen idee wat er allemaal in zit. Ik heb bij sommigen heel snel gezien, oh ja, voor de video. En ik ga me helemaal laten verrassen. Ik heb er super veel zin in. Ik ga gewoon lekker meteen beginnen. Vind je het leuk dat ik weer een normale video heb? Of wil je vaker pakketjes unboxings zien? Laat het weten door middel van een duimpje. En natuurlijk een reactie. Dat zou ik super leuk vinden. Ik ga zo uit. Daarom heb ik deze jurk aan. We gaan bovenaan beginnen. Oh my god. Doos 1. Ik ga jullie gewoon laten zien wat ik zie. Dit is wat ik nu zie. En dan halen we dit eruit. Stickertje erop. Oeh, wat is dit? Babor Spa Shaping Feet Smoothing Balm. Ik gebruik nooit een balm voor mijn voeten. Ik heb een nagellakje van Babor. Op zich niet echt een kleur die ik draag, maar ook niet een kleur die ik niet zou dragen. Best leuk voor de zomer. En nog een nagellakje. Oh, het lijkt erg op elkaar qua tint. Ja, het zijn wel oprecht hele mooie tinten. Ik vraag me af of dit dan bedoeld is voor je teennagels of zo. Een kleine helper bij ruwe gesprongen huid voor voeten en lichaam. Oh, de balsem beschermt de huid met stamcel-extracten uit de elsbes, waardoor je voeten streelzacht worden achtergelaten. Lekker! Vier zomerse tinten heb ik er twee van gekregen. De andere tinten waren dus een groene en een perzikachtige tint. En van Babor krijg ik vaak van die skincapsules die je moet breken en dat je elke dag een capsule op je huid moet doen. En die zijn best wel chill. Het is best wel een mooi merk. Dus deze gaat in mijn collectie om te testen. Leuk. Dan gaan we nu boobies bedekken. Hier. Wat hierin zit, is een crème die ik al heel lang niet meer heb. En hier ben ik heel blij mee. Ik was hem eigenlijk vergeten. Ik had vroeger heel veel contact met dit PR-bureau. Heeft Charlotte hier nog een product van Embryolisse? Succes met de video. Hij heeft ze later nog naar me opgestuurd, want ze wist dat ik iets anders in de video ging laten zien. Ik weet niet wat. En deze heb ik zo vaak zelf gekocht in Frankrijk. Vorig jaar zomer voor het laatst. Maar zodra die op is, koop ik eigenlijk geen nieuwe meer. Omdat ik ook heel veel producten toegestuurd krijg om te testen. Maar dit is de Le Crème Concentré van Embryolisse. En nu ik hem heb, ben ik super blij. Want op dit moment gebruik ik een olie voor mijn huid. Maar deze crème is zo fijn. Dus die ga ik gewoon weer dagelijks, ochtends en 's avonds gebruiken. Dit is echt een super, super, super fijne crème. Dit is een pakketje dat ik heb opengemaakt. Deze hoort er niet bij. Dit was een pakketje van Ultrasun. En ik heb er nog niet naar gekeken. Ik heb het alleen even uit die doos gehaald. Heeft u dat hier bij de fijne producten van Ultrasun zonder schadelijke ingrediënten? Zie de persbericht voor meer info. Nou, ik heb een... Is dit zo'n tas die ook een mat is, denk ik? Ja, ik vind het altijd onhandig, want ik krijg hem terug in zijn vorm. Maar dat krijg je er dan bij. Dus super lief. En dan heb ik een Ultrasun Body Mineral. Ultra Light Mineral Sun Protection for Body. Ultra Sensitive Skin. Ik heb geen hele gevoelige huid. Maar het ziet er wel super interessant uit. En ik heb geen zonproducten. Dus was laatst met Lotte en toen moest ik die van haar gebruiken. Water Resistant. SPF 30. Ik vind het fijn, want vaak krijg ik van die zonproducten met bronzers en glitters erin. Dat wil ik helemaal niet. Family High Sun Protection for Sensitive Skin. Is dit ook voor je gezicht? Dat lijkt me echt heerlijk. Dit is deze. Ik denk gewoon voor je lichaam. Maar tot nu toe twee producten die ik zeker mee ga nemen op vakantie. Wow, wat is dit? Een SPF 30 Sport Gel. Gel transparant. Nou, ik ga het testen. En jullie weten, als ik iets fijn vind, zal ik het altijd weer in mijn vlog laten zien. Ik ga er nu natuurlijk niet overal te lang op in. Wat is dit? Huh? Kleding? Huh, wat is dit? Oh nee, maar als ik kleding krijg, krijg ik altijd veel te kleine maten. Maar dit pas ik wel, denk ik. Dit is van... Dit heb ik ook uit een doos gehad. Serafina. En het is super mooi. Dit pas ik. Hier pas ik in. Wow, dit is mooi. Is dit een body? Hij is echt
Prachtig. Nou ja, als dit goed valt, gaan jullie dat sowieso in mijn vlog zien. Ik heb nooit kleding gekregen. Het is een hele fijne stof. Hij heeft vierkant en een broekje. Hoe leuk is dit? Sowieso onder een jurkje of zo. Maar ook... Oh, sorry. Ik heb echt een struggle met de hitte van mijn haar. Want jullie willen altijd mijn haar los doen, dus ik doe het. Ah. Maar ook... Zeg maar een rokje. En dan dit als top. Nou, ik ga dit zeker in mijn vlogs passen. Ik ben hier heel benieuwd naar. Superleuk. Ik heb echt nooit... Ik krijg altijd, zeg maar, verzorgingsproducten. Ha! Ah. Volgende. Ik wil het eigenlijk opnemen als ik het niet heel heet had. Want als ik het heet heb, ben ik ook... Iets gehaaster misschien, maar ik wil het zo graag op gaan nemen nu. Wat is dit? Oh, ja. Ik mocht dus vroeger vaak horloges uitzoeken bij Mockburg. En dit keer mocht ik niet wat uitzoeken, maar waren er twee horloges die ze me wilden opsturen. En horloges zijn altijd welkom. Dus dat is deze. Oh, dit laat ik eigenlijk in mijn vlog zien normaal. Oh, dit is chic. Ik heb dit horloge. Een rood horloge met goud en wit. Oh, dit is al heel mooi. En een zwarte met zilver en wit. Nice. Ik ben zo bang dat ik niet blij lijk omdat ik het wil weten. Ja, hier heb ik iets over de Moisture Surge Eye Hydro Filler van Clinique. Maar die ben ik nog niet tegengekomen. Is hier nog wat? Oh, dat is dit. Een tasje van Clinique. En daarin zit... Wat een leuk tasje. De Moisture Surge Eye Hydro Filler. Dit is een ooggel. En ik ben mega fan van Clinique. Dus dit ga ik ook testen. Ziet er in ieder geval super mooi. Wauw, het ziet er zo mooi uit. Is dit fijn? Dan gaan jullie het zeker van me horen. Dit vind ik heel fijn. Mooie verzorgingsproducten. Daar ben ik heel blij mee. En de Moisture Surge 72 Hour Auto Replenishing Hydrator. Oh, dat had ik een mailtje gekregen dat ze de verkeerde naam hebben opgestuurd. Hier staat With Love for Mariska. En ik heet natuurlijk geen Mariska. Hey, deze heb ik volgens mij al. Die gebruik ik volgens mij bijna dagelijks. Ja, ik heb deze. Super fijn. Ja, ik ben heel erg fan van Clinique. Dus dit gaat in mijn voorraadkast. Daar ben ik heel blij mee. En dit tasje is best wel handig. Het is zomer. Tum tum. Tum tum. Zou je het horen als ik de waaier aanzet? Ja, hè? Ja, het spijt me als je dit een beetje hoort, maar anders hou ik het niet vol. Ik leg de audio nu aan deze kant. Dus ik alles verpest. Het is altijd zo. Daarom neem ik nooit video's meer op. Ik vind het altijd zoveel gedoe met het technische. Volgende. Film ik nog? Ik hoop het. Oeh, wat is dit? Ziet er leuk uit. Oh, ik ben helemaal blij met die wind. Oh, Body Shop. Totally Tango Junior. Ook heel gember. Body Yogurt. Ik moet zeggen, ik heb nog een Body Yogurt staan. Wow, gember en citroen. Beetje muggiger, maar dan lekker. Ik gebruik dit niet zo vaak, omdat ik me vaak insmeer met olie of zo'n vaseline spray, zeg maar. Ik ben niet zo van de crème, maar mijn moeder wordt er heel blij van. Wat is dit? White Musk Flora Eau de Toilette. Ik heb tot nu toe alle luchtjes die ik in een PR-pakket heb gekregen, zijn niet mijn geur. En dan denk ik, zonder dat ik het heb opengemaakt... Kan ik het niet meer cadeau doen aan iemand. White Musk klinkt ook niet echt als een geur voor mij. Maar toch ga ik hem testen. Hey. Dit is best lekker. Ik kan nooit geuren beschrijven. Maar dit vind ik heel lekker. Hey, dit ruikt echt heel lekker. Sugarcane Essence. Ja, het ruikt een beetje zoet. Oh. Ik kan het niet beschrijven, maar ga hem maar ruiken, want hij is lekker. Ik heb een, oh dit is chill, mijn scrub van die, wat had ik gekregen, cactus scrub? Wat ik in mijn vlog laten zien, is bijna op. Dus nu heb ik een ginger scrub. Ben blij met de wind, tom. En een shower gel, waar ik ook heel blij mee ben. Want ik kreeg vroeger echt zoveel shower gels toegestuurd, maar nu niet meer. Dus ik koop ze nu zelf. Elke keer als ik een shower gel krijg, ben ik blij. Leuk. Oh my god, als ik hier zo zit, dit is echt alsof ik 6 jaar achter elkaar jarig ben geweest. Next! Welke zou jij pakken? Die of die? Ik heb geen thumbnail gemaakt. Dat is heel dom. Ik heb nog nooit iets van Essence gekregen. Essence Pac-Man.
Ik kreeg hier een mailtje over, ja. En ik kreeg nooit mailtjes over Essence. Zo ziet dat er dan uit. Het ziet er super cute uit. En dan heb ik waarschijnlijk de oogschaduw. Dat heb ik, krijg altijd oogschaduw en ik gebruik dus... Nu voor het eerst sinds het uitgaan maak ik me op met highlighter en bronzer op mijn ooglid. Dus ik kan met oogschaduw gaan werken. Oh, wat ziet het er tof uit. Heel erg leuk gedaan. Hele donkere kleuren. Ja, dit gebruik ik zelf niet. Maar ik geef al mijn oogschaduw altijd weg aan vrienden of voor cadeautjes of wat dan ook. Maar het ziet er heel tof uit. Ik ben ook altijd blij als ik weer cadeautjes kan weggeven. En ik heb het eye mask gekregen. Met twee pigments op je ogen. Super leuk. Next up. Hier moet ik even wat over zeggen. Deze had ik pas opengemaakt. Want ik heb dus de Bionormal PCLE olie. Ik wist dat die er ook bij zat. En ik moest die weer hebben. Want ik gebruik die elke avond voor mijn gezicht. Dus hier zit niks meer in. Maar dat is dus de Bionormal P-CL-E olie voor lichaam en gezicht. En die gebruik ik elke avond op mijn gezicht. Ik doe het op mijn benen. Hij gaat wel heel snel op, want ik gebruik hem gewoon heel veel. Want het is maar zo'n flesje. Maar ik ben echt mega fan van dit product. Maar ze wilden me dus dit opsturen. Hi Charlotte, hier zijn ze dan. De nieuwe zoninnovaties van Biodermal en de olie. Dit is dan het persbericht dat ik erbij heb gekregen. Zo. En er zitten er drie hele mooie producten in. Met een hoge factor ook. En een tas om het in te doen. De Biodermal SPF 50 plus zonnecrème voor het gezicht. Dat is heel fijn, want ik heb geen zonnecrème voor het gezicht. Alleen een dagcrème met SPF. Bionormal SPF 30 zonnecrème. Oh, wat chill. Twee voor het gezicht. Dat ik de 30 vooral ga gebruiken. En mocht het weer heel heet worden, de 50. En een transparante zonne. Dit zijn wel echt producten waar ik heel erg blij mee ben. Want ik hou heel erg van niet... ik hou heel erg van olies en sprays. En dit is een transparante spray. Hydra Plus, UVA, UVB, zeer waterbestendig, niet plakkerig, parfumvrij. Ja, Bionormal Stop, dat is een van de lievelingsmerken van mijn moeder. Ja, hele mooie producten, die ga ik zeker testen en eind deze week meenemen op vakantie. Is een hele zware dag. Wat is dit? Hi Charlotte, veel plezier met de goodies voor de unboxing video. Leuk. Lag Avenue Visnet en Kot, dat draag ik zelf niet, denk ik. Wel leuk. En Zenner Scrunchie. Hele schattige. Superleuk. Een haarborstel van Zenner Ontklit. Ja, borstels zijn bij mij altijd welkom. Want ik heb het liefst in mijn auto, in elke tas, op elke verdieping. In mijn huis een borstel. Curaloo. Hier heb ik van gehoord. Aloe Vera Shower Gel. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik vind Aloe Vera zo plakkerig en ul. Maar het is wel echt heel goed voor je. Foaming gel. Ik ben benieuwd. 50% pure aloe vera. Wel heel veel interessante producten. Oh, dit merk vind ik echt niet lekker. Aqua Colonia. Die ga ik ook niet openmaken. Want ik weet gewoon dat ik dat niet lekker vind. Harmoniserend. Nee, die ga ik weggeven. Want ik weet gewoon, ik hou hier niet van dit merk. Misschien vind ik deze wel lekker hoor. Maar ik vind het gewoon te fijn als ik hem aan iemand anders kan geven. En deze ken ik. Die heb ik... hier nog staan. Dus die laat ik nog even dicht. Vind ik niet een hele bijzondere geur. Maar wel gewoon een prima geurtje voor erbij. Van S. Oliver. Eau de Toilette. Voor haar roze doosje. Oh, nog Curaloo. Een body lotion. Moisturizing en softening. Met 80% aloe vera erin. Volgende. Dit is heel zwaar. Oh, dit is heel chill. Ik mocht weer kliniekproducten aanvragen. Bij dit PR-bureau. Dus ik heb wat face besteld. Heel chill, dat klinkt echt van wow. Jealous, mag je dingen aanvragen? Dat mag ik dus soms voor kliniek, daar ben ik heel blij mee. En dat mocht ik bijvoorbeeld ook soms voor niks, weet je wel. Ik heb deze aangevraagd, deze kreeg ik vorig jaar met Valentijnsdag van mijn ex dus, van Ruben. En die mis ik heel erg. The Rinse Off Foaming Cleanser van Clinique. Heel zacht en fijn voor je huid. En mijn lievelingsscrub is weer op. Deze gaat al echt best wel lang mee. Ik probeer niet te veel meer te scrubben, maar dit is de 7 Day Scrub Cream van Clinique. En die heb ik laatst gekregen en die wilde ik heel graag weer opnieuw. Dit wil ik zo graag proberen. Dit is de welbekende Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Ja, die wil ik heel graag proberen. Dit is echt een balm die je over je hele gezicht doet en dan gaat je make-up ermee weg. Dus daar was ik al heel lang benieuwd naar, dus die had ik ook. En ik gebruik normaal die voor de vette huid, geloof ik. De paarse. Maar ik wil heel graag een keer nummer 4 testen. Dit is voor de...
Oh nee, ik doe normaal droge huid. Nee, ik weet niet waar die paars voor is. Maar ik wil een keer voor een vette huid testen. Want in de zomer heb ik best wel een vette huid. En deze toners bevatten volgens mij alcohol, wat ik heel chill vind. Sommige mensen hebben daar een hekel aan. Maar dat is mijn favoriete toner, die paars. En ik wilde nu gewoon een keer deze proberen. En dit is echt, jeetje jongens, die producten. Ik krijg dit normaal niet meer hoor. Het is dat merken nu wisten dat ik zo'n video ging opnemen. Dat ze het me hebben toegestuurd. De Super Defense Night Recovery Moisturizer. Huh? Wat is dit? Ik heb wel echt nachtcremes nodig. Wow, heb ik deze aangevraagd? Very dry to dry combination. Ik wist niet dat ik dit heb aangevraagd. Maar echt elke crème van Clinique en voor de nacht vind ik heerlijk. Dus kom maar door. Age prevention. Ik ben ook al wat ouder aan het worden. Ook al geloof ik het zelf niet. Oh ja, en een Aftersun Rescue Balm met aloe. Want ik heb geen Aftersun, dus die gaat ook mee op vakantie. Wat een verwennerij, jongens en meisjes. Halleluja. Ja! Ik heb voor het eerst in mijn leven iets ontvangen van Paula's Choice. Ik was het allemaal weer vergeten. Hier heb ik ook nog niks van gezien, want hij zit echt dicht. Ik ben zo benieuwd. Iedereen is fan van dit. Oh, dat is heel veel. Ze hebben me helemaal gevraagd wat voor huid ik heb. En ze hebben me vet veel opgestuurd. Oh my god. Ik heb zoveel producten nu. Dit is niet normaal. Hi Charlotte, we hebben een complete routine voor je samengesteld. Achter op de verpakkingen staat de volgorde van gebruik. Als je ons vragen hebt, kan je altijd bij ons terecht. Wat? Gaaf. Achter op de verpakking staat de volgorde. Nou, ik ga alleen even laten zien wat ik dus heb gekregen. Oh, 1. Pore Normalizer Cleanser. Voor blemish prone skin. Ik wil dit merk al zo lang testen. Dan, dit is nummer 2. Tone. Weightless Advanced Repairing Toner. Cleanser en toner. Is dat iets? Oh, cleanser. Ja. Dan komt de toner. Ik ga het even neerzetten. Dan is dit dus waarschijnlijk 3. Ja. Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant met Salicylic Acid. Ik wil dit merk al zo lang testen. Oh my god, dit komt sowieso ook terug in mijn vlog, want ik vind dit er te interessant uitzien. 4. Het is echt helemaal, het gaat helemaal door. 4. Ultralight Super Antioxidant Concentrate Serum. Sorry voor mijn slechte uitspraak ineens. Resist Normal Oily Combination met hyaluronzuur. Oh my god. Dan nummer 5. Moisture Youth Extending Daily Hydrating Fluid. Broad Spectrum SPF 50 with Antioxidants. Soothing Plant Extract. What? Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Wat heb ik gekregen? 5. Moisturize. Oh, je hebt 2 moisturize. Dit is de Anti-Aging Clear Skin Hydrator with Niacinamide plus Vitamine C. Ze hebben het ook gewoon helemaal op volgorde voor me neergelegd. Peptide Booster with Amino Acid Complex. Paula's Choice. Dit is niet normaal. En 10% Azelaic Acid Booster. Oh, dit moet ik echt heel erg goed gaan testen. Dat ik echt even al mijn andere producten skip. Ja, het is te veel misschien om mee te nemen op vakantie. Wauw. Ze testen ook niet op dieren trouwens. En nog een booster. Ik ben echt extreem. Dit vind ik wel echt zo geweldig. Oh my god. Nou, jullie denken nu deze meid krijgt een vraag. Dit is niet normaal hoor, voor mij dat jullie het weten. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal wat ik allemaal nu heb. Ik had niet gedacht dat het zo ontzettend veel was. Wauw. Echt wauw. Ik voel me echt blessed. Oh. Oh. Van de koffiejongens. Ik krijg daar steeds sponsor van op Instagram. Het zijn dus de koffiejongens en het zag er echt super aantrekkelijk uit. En ik heb dus koffie van dit soort cups. Ik heb Lungo's gehad. Die koop ik zelf ook altijd, Lungo. Ik zal jullie in mijn vlog wel laten weten of ik de koffie lekkerder vind of wat ik ervan vind. Ziet er in ieder geval super mooi uit. Echt professioneel. Lungo. Lungo. Lungo Forte. DKV. Ziet er mooi uit hoor. Ristretto. Ik weet niet wat zo'n doosje kost. En espresso. Ja, ik ben hier natuurlijk super blij mee. Want ik drink elke dag bijna dit soort koffie. En ik ga jullie wel in mijn vlogs laten weten of ik dit
bijzonderder vind of wat dan ook. Ziet er in ieder geval super mooi uit. En heerlijk. Ik leg het even hier. Oh, wat veel. Oh ja. Als je hier wat heerlijke producten van Glam Glow. Hier was ik zo nieuwsgierig naar, want ik wist dat ze iets van Glam Glow zouden sturen, maar ik wist niet wat. En ik heb een paar favoriete maskers en ik was benieuwd of die erin zat. Die zat er dus helaas niet in. Maar toen zag ik deze en ik heb toevallig net de vlog geëdit waarin ik hem test. Het is een hele vette soort crème, maar na 2 uur zat hij nog als een masker op mijn huid. Dus je denkt het is een vette crème, maar het is echt wel een masker. Maar het is dus gewoon doorzichtig, net als een crème. En het is de Thirsty Mud. Ik ga hem ook gewoon openmaken nu, want ik heb hem al gebruikt. En de maskers van Glam Glow zijn bizar duur, maar zo geweldig. Als ik ooit dat soort dingen echt kan betalen, zijn dat wel dingen die ik ga kopen, want het is gewoon echt supergoed. En ik heb de Glam Glow Tropical Cleanse Daily Exfoliating Cleanser. Waar ik ook echt mega benieuwd naar ben. Ik wil alles een beetje in zijn doosje laten. Dan heb ik zo'n kast waar ik het zo mooi in kan zetten. Ruikt waarschijnlijk heel lekker. Ruikt niet heel bijzonder. Normaal ruikt Glam Glow mega lekker namelijk. Ik heb nog nooit een cleanser geprobeerd. Dus nogmaals heel benieuwd naar. Volgens mij is dat mijn meest gebruikte woord. Dit is een mega doos. Deze video gaat zo lang duren. Bonnie Sands Reusable Self-Tan doekje. Oh, hier had ik al in gespiekt. Dit was ik niet. Heb ik al geprobeerd. Dit is van het merk Yaya Woman. En het is maat 38. Dank jullie wel dat jullie denken dat ik maat 38 heb. Superleuke broek, maar ik heb genoeg mensen die ik hier blij mee kan maken. Want hij is wel echt superleuk. Het spijt me als ik er nu iets verder doorheen ga, maar ik merk dat het gewoon zoveel is. Wat is dit allemaal, jongens? Oh my lord. Erg wel, die verpakkingen. Ik ga naar schijningsstation hoor. Een super mooi glas. Die past helemaal als jullie mijn vlogs kijken bij de glazen die ik zelf al heb. Super leuk. Dit is echt te veel voor één video. En nog één. Heel blij mee. Heel leuk. Hey, van Lotte heb ik een cleanser gekregen van de Filorga Oxygen Glow. Precies deze. En nu heb ik een crème. Dus dat is super leuk. Daar reinig ik nu steeds mijn gezicht mee. Wauw. Dit is gewoon parelmoer. Super mooi. Heel leuk. Ja, ik self-tan dus nooit. Maar misschien moet ik het maar eens gaan proberen. Self-tanning foam 1 hour express. Misschien moet ik het deze winter maar eens gaan testen met deze handschoen. Het is echt te veel om allemaal nu op in te gaan. Ja, dit is wat ik bedoel met Babor ampullen. Ampoule, dat zijn dus die dingen waar ik het over had van mijn boer. Daar zitten er dan meestal 7 in. Dan heb je wekenlang elke avond een flesje die je moet breken en dan op je huid doen. En dit is de Grand Cru. Een oogschaduwpalet van Makeup Academy, die bij mijn oogschaduwpaletten gaat. Heel veel mooie bruine tinten. Als je daarvan houdt, super mooi. Mijn camera was zo heet dat hij een paar uur lang gewoon niet meer aanging. Dus het is nu de dag erna en ik ga nog even de laatste spulletjes zo met jullie bekijken. Wat zien we hier? Kunnen jullie het wel eindelijk een beetje van dichtbij zien? Anti-rimpel oogmaskertje van Montagne Jeunesse. Kenmerk. Dan 2 nagellakjes. Ja, wat ik al zei, heel eerlijk, deze nagellakjes draag ik niet. Ik heb best wel vaak van Ethos dit soort lakjes gekregen. En ja, ik heb gewoon nagellakjes die ik fijner vind en het zijn ook niet helemaal mijn kleuren. Dus dit geef ik vaak gewoon weg. Wat is dit? Makeup Academy Makeup Remover Stick. Dissolving Makeup Remover. This fabulous balm gently dissolves all makeup, including waterproof formulas, leaving skin feeling clean and fresh. For best results, apply on damp skin and work into the skin. Remove with a clean damp cloth. Het is gewoon een beetje zoals misschien als die kliniek. Balm. Ik denk dat het een soort van vette stick is. Het is een beetje warm natuurlijk. Ja, ik denk dat het sowieso wel werkt. Want het is gewoon... ja, vettig. Chill. Het ruikt niet lekker. Maar het is gewoon heel vet. Ja, ik ben wel voorstander van gewoon een badje met
remover. Maar ik ben hier wel echt heel benieuwd naar. En nog iets. Smooth Set and Prime Blur Stick. Dat is dan voor je make-up. Dat vind ik soms ook chill in de zomer als ik geen make-up wil dragen. Om alleen zo'n stick te gebruiken. Dus daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Nog iets van Makeup Academy. Een moisturizing primer with vitamins A&E en tea tree oil. Ik heb zoveel om te gaan testen, jongens. Wauw. Ben je ergens mega benieuwd naar? Vraag het vooral, hè. Zet het in de comments. Want wat ik al zei, als ik iets heel fijn vind of heel slecht, deel ik het vaak in mijn vlogs. Maar wil je dat ik iets echt even aan je laat weten? Laat het weten, dan film ik het voor je of ik reageer erop in de comments. Dat doe ik eigenlijk altijd. Pro Base Oil Free Primer. Water Based en Silicone Free. Ik gebruik niet echt primers, maar wel op zich in de winter als ik echt een look draag. Maar ik heb zoveel primers die ik nog moet testen. Dus ik moet even kijken. Dit ziet er super luxe uit van Makeup Academy. Dit is trouwens volgens mij veel leuker voor jullie om het op deze manier te zien. Laat even weten wat je hiervan vindt. Light Luster Liquid Highlight. Ik zal daar even naar kijken. Ik ben ook niet meer heel erg van de highlight. Het komt ook, ik heb zo ontzettend veel van dit soort producten. Echt zoveel. Het is gewoon echt heel vloeibaar. Ik vind deze niet zo heel erg bijzonder. Oh, dit is wel echt voor over je hele gezicht een glans. Daar hou ik niet zo van. En dit is een mattifying fixing spray. Mijn fixing sprays zijn op, dus deze zal ik wel best wel snel gaan testen. Ik gebruik geen primers meer, geen fixing sprays, maar het is zomer. Dus dat komt allemaal nog wel. Dit is waar de camera uitviel. Ik had dus nog een kleur van de Smashbox los. En ik vind het zo vet dat ik wel van Smashbox heb gekregen. Maar dit zijn gewoon niet kleuren die ik zelf draag. Ik wil dan heel voorzichtig testen. Want als ik hem nog aan iemand kan geven, wil ik niet dat hij gebruikt eruit ziet. Nou, deze zou ik misschien nog wel in de zomer kunnen gaan dragen. Zo'n raspberry kleurtje. Nou, deze kan ik misschien nog wel zelf gaan houden. Wauw, het is echt bizar hoeveel spullen ik heb gekregen. Een beboormascara. Waterproof mascara. Ik draag eigenlijk alleen maar mascara met siliconenborstels. Omdat ik weet niet wat het is, maar met gewoon haartjes werkt voor mij niet. Ik denk dat dit haartjes zijn. Ja. Ik test het dan meestal één keer. En als ik het niet zo fijn vind voor mij, geef ik het weg. Maar ik weet niet waarom. Mijn wimpers reageren extreem goed op siliconen en niet goed op borstels. Maar wauw, dit ziet er echt super chic uit. En deze vond ik nog even in een ander kliniekpakketje. Dit is de Clinique Pop Splash lipgloss. En ik heb zelf deze kleur uitgekozen. Maar hij is helaas iets gepigmenteerder. Kijk, ik hou zeg maar van gloss met weinig pigment. En de meeste houden van veel pigment. Dus het is echt een super goede gloss. Kijk, echt een prachtige kleur. Maar ik moet hiervan, ik had hem getest, heel weinig op mijn lippen doen zeg maar. Want anders is het voor mij te veel kleur. Het is zeg maar eigenlijk een soort van lipstick gloss, snap je wat ik bedoel? Ik hou van gloss met een heel klein tintje erin en lekker glossy. En dit is echt eigenlijk een lipstick die glossy is. Dus gewoon heel veel pigment, maar echt super mooi. Dus ik ga even kijken of ik hem dun kan aanbrengen. En hem dan ga dragen of dat ik hem ook aan iemand geef. Ik ben echt lipgloss fan, maar er moet gewoon niet te veel kleur in zitten. Dit was de doos. Dan heb ik nog één ding. En dat is echt super leuk. Ik mocht namelijk schoenen uitzoeken bij Sasha. Voor het eerst. En ik heb hele mooie schoenen uitgezocht. Maar toen deze binnenkwamen was ik al heel erg nieuwsgierig. En heb ik ze dus al gepast. En ze waren dus te klein. Dus ik wil ze gaan omruilen voor een maat kleiner. Alleen ze staan hier nu al best wel lang. Dus ik weet niet of dat... ik weet niet of ik ze nog mag omruilen. Omdat ik al heel laat ben met deze video. Maar ze zijn zo ontzettend mooi, schoenen. Kijk hoe prachtig. Ik vind die rode veters best wel vet. Maar ik denk dat ik ze zou dragen met de gewone beige veters. Ze zijn heel zwaar. En ik vind ze gewoon zo pretty. Ik ga even kijken of ik ze aan kan doen. Op dat moment was mijn plan dus om die video op te gaan nemen. Dus ik dacht, als ik die schoenen nu terugstuur, heb ik die schoenen niet voor de video. Maar ja, vervolgens ging ik die video steeds maar niet opnemen. Echt heel dom. Kijk, ik vind ze echt geweldig. Maar ik voel gewoon heel erg mijn tenen hier. Dus ik ga ze nog even mailen of ik het nog wel kan omruilen. Ik vind ze dus wel echt ontzettend vet. En ik ga nu echt heel lelijk deze video afsluiten. Zo ziet het er hier nu uit. Dit is de status.
Dit is het einde van mijn video. Met al deze spullen die ik nu heerlijk nog even rustig ga bekijken. En allemaal ga opbergen. Ik ga mijn koffie drinken. Het lijkt wel een vlog nu. Sorry voor dit rare einde. Maar dit zijn dus al mijn goodies. Oh my lord, geweldig. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Vond je het gewoon überhaupt leuk dat ik een pakketjes-unboxing had? Laat dat weten. Vond je de video zelf leuk? Of dat er weer een normale video was? Doe even een duimpje omhoog. Kan ik even peilen ja, of er nog veel interesse in is. Vlogs blijven natuurlijk sowieso komen. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!